Hi there. Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Export Insights. Bespreek internationale handel in het Engels. Deel 1. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of senior business professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren, maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. Voor veel organisaties is internationale handel niet weg te denken. Houd jij je bezig met export en internationale handel binnen jullie organisatie? Ik neem aan dat het dan vaak voorkomt dat je Engelse gesprekken moet voeren over de export. Juist wanneer Engels niet je moedertaal is, kan dit nog best lastig zijn. Nou, bij gespreksvoering over export en internationale handel komt namelijk flink wat vakjargon kijken. Daarom ga ik het in deze podcast hebben over Engelse terminologie rondom export en internationale handel. Wat zijn veel voorkomende gespreksonderwerpen? Welke belangrijke Engelse termen komen hierbij nou vaak voor? En welke voorbeeldzinnen moet jij kennen om inhoudelijk een Engelstalig gesprek over deze onderwerpen te kunnen voeren? Gespreksonderwerp 1. Producten en markten. Hieronder vallen besprekingen over de export van specifieke producten naar verschillende markten, inclusief analyse van de vraag naar een bepaald product, potentiële concurrentie op de markt en regelgeving die erbij van toepassing is. Aan de hand van een voorbeeldgesprek ga ik een aantal belangrijke Engelse voorbeeldzinnen aan bod laten komen. In deze voorbeeldzinnen komt relevante Engelse terminologie voor die je als manager van export en internationale handel moet kennen. Je kunt de zinnen en termen opschrijven en ter inspiratie gebruiken wanneer je een gesprek voert over producten en markten. What products do you think would be in demand in the Chinese market? Well, there is a growing demand for high-tech products such as smartphones and laptops. That sounds promising. What kind of competition do we face in these markets? Well, there are already some established players in the market, but we could differentiate ourselves by offering unique features or designs. What are the regulations we need to comply with in these markets? We need to make sure we comply with all the import and export regulations, including any tariffs and quotas that might apply. How can we target these markets effectively? We should conduct market research to better understand the target consumers and develop a marketing strategy that resonates with them. And what about the supply chain? Can we ensure reliable and cost-effective transportation of our products to these markets? We should evaluate the different transportation options and choose the one that best fits our needs and budget, while also ensuring timely and safe delivery of our products. Voor het gemak herhaal ik nu de belangrijkste kernwoorden die je uit dit gesprek kunt halen. Market, demand, competition, to differentiate yourself, regulations, to comply with, import, export, regulations, market research, target consumers, supply chain. Ik raad je aan deze woorden op te schrijven, eventueel inclusief betekenis. Op die manier onthoud je ze namelijk sneller, zodat je ze zelf kunt gebruiken in een Engelstalig gesprek over producten en markten. Gespreksonderwerp 2. Exportdocumentatie. Het bespreken van de benodigde exportdocumentatie en vereiste procedures voor de export van goederen, inclusief douaneformaliteiten, transport- en verpakkingsvereisten en het verkrijgen van de benodigde certificaten. Ik ga weer aan de hand van een voorbeeldgesprek een aantal belangrijke Engelse voorbeeldzinnen aan bod laten komen. In deze voorbeeldzinnen komt relevante Engelse terminologie voor die als manager van export en internationale handel moet kennen. Je kunt deze zinnen wederom noteren en ter inspiratie gebruiken wanneer je een gesprek voert over exportdocumentatie. What export documentation do we need to prepare for our shipment to Germany? We need to prepare a commercial invoice, a packing list, and a certificate of origin. How do we obtain the certificate of origin? We can obtain the certificate of origin from the Chamber of Commerce. What about customs clearance? Do we need any specific documents for that?
Yes, we need to prepare an export declaration and a bill of lading for customer clearance. How do we ensure that our shipment complies with all the relevant regulations? We should consult with a customs broker or freight forwarder who has expertise in the specific regulations that apply to our shipment. And what if there are any issues with the documentation or customs clearance? We should have contingency plans in place and be prepared to handle any issues that may arise, such as delays or additional fees. Wederom voor het gemak herhaal ik nu de belangrijkste kernwoorden die je uit dit gesprek kunt halen. Export documentation, commercial invoice, packing list, certificate of origin, to obtain, chamber of commerce, customs clearance, export declaration, bill of lading, regulations, customs broker, freight forwarder. Ik raad je nogmaals aan deze woorden te noteren, eventueel inclusief betekenis. Zo onthoud je ze namelijk sneller, zodat je ze zelf kunt gebruiken in een Engelstalig gesprek over exportdocumentatie. Gespreksonderwerp 3. Betalingsvoorwaarden. Dit betreft bijvoorbeeld het bespreken van de verschillende opties voor betalen en financiering, zoals letters of credit, documentair incasso en exportkredietverzekeringen. Zoals je misschien al verwacht, ga ik weer aan de hand van een voorbeeldgesprek een aantal belangrijke Engelse voorbeeldzinnen aan bod laten komen. In deze voorbeeldzinnen komt relevante Engelse terminologie voor die je als manager van export en internationale handel moet kennen. Je kunt de zinnen en termen wederom opschrijven en ter inspiratie gebruiken wanneer jij een gesprek voert over betalingsvoorwaarden. What payment terms are we offering to our overseas customers? We are currently offering payment terms of 30 days after the invoice date. Do we offer any discounts for early payments? Yes, we offer a 2% discount for payment within 10 days of the invoice date. What payment methods do we accept? We accept bank transfers, credit card payments, and PayPal. How do we ensure timely payment from our customers? We can implement a credit management system and follow up with customers who have outstanding payments. What if a customer is unable to pay on time? We can offer payment plans or negotiate a new payment schedule that works for both parties. Net als bij de vorige twee voorbeeldgesprekken herhaal ik nu weer de belangrijkste kernwoorden uit dit gesprek. Payment terms, overseas customers, invoice date, discounts, payment methods, to implement, to negotiate, and payment schedule. Wederom raad ik je aan deze woorden te noteren, eventueel inclusief betekenis. Met deze drie gespreksonderwerpen en Engelse terminologie kom je als manager van export en internationale handel al een heel eind wanneer je het Engels een gesprek moet voeren op je werk. Er zijn echter nog een stuk meer relevante gespreksonderwerpen te noemen. Daarom geef ik je in de podcast over 2 weken nog wat voorbeelden van gesprekken en Engelse terminologie die je zeker goed kunt gebruiken. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op SoundCloud of iTunes of een beoordeling van ons zou willen achterlaten op YouTube. Een reactie van jou helpt anderen namelijk weer om onze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for your business English.